Hallo, mijn naam is Edi Alanga en ik wil u laten zien hoe onze God groot is. Een vrouw die ziek was, die op rolstoel moet zitten, zij kon niet lopen, maar Jezus heeft haar genezen. En deze vrouw is een Nederlandse vrouw, zij heeft haar getuigenis gegeven, maar ik wil u laten zien eerst hoe dat gebeurt in ons kerk toen ik een evangelisch campagne houd. En u gaat zien dat onze God is een groot God. De Bijbel zegt dat Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor alle dagen, alle tijden. Als u in hem nu gelooft, dan kunt u ook genezen zijn. Laat maar zien wat Jezus heeft gedaan voor Esther, onze zuster. En dan kom ik straks. Zij kwam op rolstoel, maar zij ging terug zonder rolstoel. U gaat zien de volgende dag wat gebeurt met Esther. Esther kwam in ons gemeente. Zij kwam daar om God te prijzen. En u gaat zien de manier waarop Esther danst. Dat is een wonder. Jezus Christus, hij deserved it. The power of healing is already in you, inside you, and you are healed. Healed! Healed! In the name of Jesus. Healed!
Goedemiddag, mijn naam is Esther. Ik heb gisteren en vandaag een wonder gehad van de Heer. Mijn voet is genezen. Halleluja! Ik heb helemaal geen rolstoel meer nodig en geen krukken. Ik kan de trappen op en af, dankzij de Heer. Halleluja! Amen. En ik hoop dat heel veel broeders en zusters deze weg naar de kerk mij zullen gaan volgen. Want echt waar, de Heer heeft echt kracht om je te helpen. Lieve broeders en zusters die nog niet geloven in de kracht van Jezus, kom alsjeblieft. En wil je mee weten, ben ik altijd bereikbaar. Want dit is een godswonder. Amen! Onze journalisten gingen naar haar om te kijken wat er gebeurd is. En ze hebben gezien dat de wonder was echt gebeurd. En Esther kan alles doen. Onze God is onze machtige God. Gewoon. Kijk. En zuster in Jezus Christus, shalom. We zijn hier vandaag om jullie te vertellen en te laten zien wat God heeft gedaan in maart met de man van God, Diedone Eddie Alanga. Er is onze zuster Esther, ze was echt met een probleem, ze kan niet lopen. Ze had een rolstoel en ze gaat echt moeilijk mee en ze had meer problemen dan jullie kan denken. Maar toch. Mensen geloven nooit naar wat God kan voor ons doen. Vandaar, we gaan jullie laten zien wat God heeft voor haar gedaan. En nu, we zitten daar, we gaan jullie laten zien van genade van ons God. Dank u wel. Ja! Oh, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, heel leuk hè. Welkom in Almere. Dank je wel.